Een nieuwe studio voor Armin van Buuren, maar niet eentje waar hij aan zijn eigen hits werkt. De wereldbekende DJ heeft zijn naam verbonden aan een studio voor zieke kinderen in het nog te bouwen Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Kinderen met kanker kunnen daar zelf naar muziek luisteren of zelf muziek maken. Vandaag ondertekende Armin de plannen daarvoor. Ik heb zelf in de familie kinderkanker meegemaakt. Mijn neef was 4 toen hij keelkanker kreeg. En dat heb ik van dichtbij meegemaakt en dat heeft een ontzettende indruk op me achtergelaten. Ik heb zelf 2 kinderen, ik moet er niet aan denken om zo vaak in een ziekenhuis te zijn. Maar als ik er dan toch moet zijn, is het wel fijn dat dit er is. Muziek is in het leven ontzettend belangrijk, denk ik. Ga maar eens naar een film zonder muziek, ga maar eens naar een huwelijk zonder muziek. Dat is niks. Muziek geeft kleur aan het leven. Het is denk ik belangrijker dan we denken met z'n allen. Het heeft helende krachten. Je wordt niet beter van muziek. Dat doen dokters en dat doen medicijnen, dat doen operaties. Maar als jij je ziek voelt en je voelt je van binnen beter omdat muziek je gelukkig maakt of een film of iets creatiefs, daar haal je geluk uit. En dat helpt wel bij het genezingsproces, denk ik.